Ja, dan ben ik op mijn verjaardag super vroeg opgestaan om speciaal voor al mijn YouTube-subscribers een video op te nemen over de opkomst van het fascisme. Maar goed, paragraaf 3.4: de opkomst van het fascisme. Leerdoel. Je kunt uitleggen dat, leerdoelen. Eigenlijk. Je kunt uitleggen dat de crisis in de Verenigde Staten ook gevolgen had voor mensen in Europa. Maar eigenlijk hebben we dat in de vorige paragraaf ook al benoemd, want de crisis ging over heel de wereld. Je kunt vier kenmerken van het fascisme noemen. Fascisme noemen. En je kunt uitleggen waarom na 1929 de populariteit van het fascisme en het communisme in Europa ging groeien. Oftewel, waarom werden veel extremere politieke stromingen veel populairder in Europa? 1929 komt de economische crisis in de Verenigde Staten. Hier hebben we het al over gehad, wat er, hoe die economische crisis überhaupt gebeurde. En die Verenigde Staten waren een superbelangrijk handelsland voor de hele wereld. Dus dat betekent eigenlijk meteen dat die crisis over de hele wereld ingaat. Want als Amerikanen iets minder gaan kopen, dat betekent dat bedrijven minder gaan produceren. Maar Amerikanen kopen ook heel veel dingen van het buitenland, vanuit Europa, vanuit Azië, vanuit allerlei plekken. En dat betekent dat die economische crisis uiteindelijk overal te voelen is. En Nederlandse bedrijven verkochten geen producten meer aan Amerikanen. Want die Amerikanen kochten niet meer. En daardoor gingen bedrijven in Nederland ook failliet. Waardoor er heel veel werkloosheid was in Nederland. En in Nederland was het een probleem, want in Nederland waren er echt heel veel werklozen. Je ziet op het plaatje ook een meneer die daar uh, rondloopt te bedelen over om werk te krijgen eigenlijk. En Duitsland was een land wat nog veel grotere problemen had dan Nederland. Want Duitsland was na de Eerste Wereldoorlog, en waren zij hun economie eigenlijk kwijt. De Duitse economie die was omgezet naar een oorlogseconomie. De oorlog hadden ze verloren en uh, toen moesten ze alles weer op gaan bouwen. En tegelijkertijd heel veel geld en heel veel land afstaan aan uh, de geallieerden. En dat betekent dat Duitsland eigenlijk het voor elkaar krijgt om hun economie helemaal om zeep te helpen. De Verenigde Staten die kwamen er uiteindelijk achter dat Duitsland helemaal niet zo lekker ging en dat er eigenlijk helemaal geen geld verdiend werd in Duitsland. Toen besloten zij Duitsland maar geld te lenen, goedkope leningen te geven, zodat de Duitse economie weer opgebouwd kan gaan worden en dat de Duitse economie niet compleet instort. En dat zorgde ervoor dat Duitsland uiteindelijk weer gewoon een beetje op de been geholpen wordt. En Amerika kon zoveel geld betaal, geven... want Amerika had in de jaren twintig een hele goede economie. Dus zij konden superveel geld geven. Vanaf de jaren dertig gingen de Verenigde Staten dat geld weer terugvragen. Want toen ging het in de Verenigde Staten een stuk minder goed. En dat betekent dat de Duitse economie eigenlijk... gewoon meteen weer terug is bij af. En Duitse problemen een stuk groter zijn dan in de rest van de wereld. Met name dan in Nederland. Nou, en heel Europa waren die economische problemen. En veel landen in Europa hadden een democratische regering. Eigenlijk bijna allemaal. Maar die regering die kreeg vaak de problemen niet onder controle. In Nederland was dat het geval, in Duitsland was dat het geval, en in Italië was dat ook het geval. En omdat die mensen de problemen niet onder controle kregen de democratische regering kreeg de problemen niet onder controle ging de, kwamen er steeds. Extremere politieke groepen op. Onder andere de communisten, waar we het al over hebben gehad, maar ook de fascisten. In Italië ontstaat er een nieuwe uh, politieke beweging, dat noemen we het fascisme. Het fascisme is een, um, eigenlijk een politieke stroming die voornamelijk tegen democratie is. En tegen communisten, maar voornamelijk in het begin tegen democratie. Want democratie is een zwak systeem volgens fascisten. Democratie betekent dat je alleen maar wat het overleg bent en dan niet eigenlijk. Uh, problemen aan het pakken bent waar die problemen zijn. En dat betekent dat fascisten. vinden dat democratie. niks voor elkaar zou krijgen in de samenleving. Want het is een lang, langzaam lopend systeem. Nou, die vier kenmerken van het fascisme die je moet gaan kennen zijn de volgende kenmerken. Fascisten die zien eigenlijk het liefst een samenleving die wordt geleid door één sterke leider die alle macht heeft. Een complete dictatuur eigenlijk. Zij willen een volk dat een eenheid vormt en samenwerkt voor het land. Dus zij willen dat iedereen die in het land woont en die eigenlijk het liefst dezelfde huidskleur heeft als die mensen in het land, die moeten samen gaan werken voor het land. En het land is veel belangrijker dan de individu. Dus wanneer één iemand zegt, ja maar daar vind ik stom, dan kan zo iemand verdwijnen of vermoord worden. Dat is voor fascisten eigenlijk Hetzelfde. Extreem nationalistisch zijn zij, want zij vinden dat het volk beter is dan andere volken. En zo'n volk heeft een groot en machtig land nodig. En hoe kun je een groot en machtig land krijgen? Door dingen te gaan veroveren. Of door uh, oorlog te starten met anderen en die te verslaan. Of door dingen af te pakken. En dat is allemaal wat het land nodig heeft. Want het land is het grootste goed van de wereld. En zij zijn zeer zeker niet vies van geweld. Zij willen, zij gebruiken geweld heel erg graag. Uh, geweld gebruiken, zij om, gebruiken om iets voor elkaar te krijgen is heel normaal volgens het fascistisch idee. Dus als jij een staatsgreep wil plegen en daarbij heel veel mensen dood wil maken, maar je hebt die staatsgreep gepleegd, dat maakt niet uit, want dan heb jij gewoon het voor elkaar gekregen om staatsgreep te plegen. En als je dat hebt gedaan, dan is het tof. Geweld is gewoon stoer volgens fascisten. En dat laat ook zien hoe sterk je bent. Want jij moet laten zien dat jij een hele sterke jongen bent, want anders word jij door andere fascisten. Niet serieus genomen. En fascisten die gaan daarom ook graag uniformen dragen en marcheren door straten als een leger. Want zij houden van het leger en zij genieten van uh, geweld. En het leger is eigenlijk de grootste vorm van geweld. Dus zij willen zichzelf ook graag wegzetten als een leger. Zodat zij ook kunnen laten zien dat zij samen een eenheid zijn en dat ze echt samen strijden voor het volk, zoals zij dat wilde laten zien. In 1922 komt Benito Mussolini, de leider van de fascisten in Italië, komt hij aan de macht door een staatsgreep te plegen en vanaf dat moment is Italië een fascistisch land geworden. Buiten Italië ontstonden ook fascistische partijen. Dan hebben we de twee bekendste. Het bekendste voorbeeld daarvan is uh, de NSDAP, Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij van Adolf Hitler. En Adolf Hitler die was ook eigenlijk een fascist, maar die was daar bovenop eigenlijk een nationaal socialist. Um, Hitler gaf de regering ook weer de democratische regering en Joden, de schuld van alle problemen in Duitsland. Dus hij gaat ook weer ervan uit. Democratie is een zwak systeem. Wij moeten sterk zijn, wij moeten uh, samenwerken voor het land. En het land is het grootste goed en wij moeten laten zien dat wij machtig zijn. En hij beloofde daarbij de werkloosheid aan te pakken. Keihard aan te pakken en ervoor te zorgen dat de werkloosheid eigenlijk gewoon compleet weggaat uit Duitsland. En daarom, om die reden, voornamelijk om die reden, werd hij heel erg populair na 1929. Want er waren grote problemen in Duitsland en er was een enorme hoeveelheid uh, werkloosheid. En hij beloofde: dit gaan we aanpakken en we gaan er gewoon voor zorgen dat het allemaal goed gaat in Duitsland. En dat was erg prett, dat was een erg prettige gedachte voor mensen in Duitsland na 1929. In Nederland kwam er ook zo'n partij op, en dat was de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. Dat was de partij van Anton Mussert, die man die je daar op het plaatje ziet. Hij was ook tegen democratie. Hij vond ook dat democratie een zwak systeem was. En hij was ook groot geworden in de economische crisis in Nederland. En um, hij wilde Nederland ook groot en machtig maken door gebieden bij Nederland te voegen. Dus door dingen af te pakken van Duitsland. Of van Duitsland, niet van Duitsland. Van België bijvoorbeeld. En hij wilde ervoor zorgen dat Nederland op die manier een groot en machtig land werd. Hij was een stuk minder interessant dan alle andere fascisten. Want hij heeft eigenlijk de enige reden dat hij überhaupt aan de macht is gekomen, is dat Adolf Hitler hem aan de macht heeft gebracht. Um, maar nee, hij is voor Nederlandse begrippen een vrij belangrijke um, pannenkoek. Nou, ook het communisme werd steeds populairder. En dat is eigenlijk wat ik zeg over die extreme politieke stromingen. Want communisme is een, ook een extreme politieke stroming. Maar dat is meer de andere kant van het spectrum. Dat is meer een linkse stroming. Communisten die geven ook ergens anders de schuld aan. Maar die geven kapitalisten de schuld voor alle problemen in de wereld. En ze zijn voornamelijk van de economische crisis. Want zij zien, oh, in Amerika waar die economische crisis gestart. En die economische crisis die was gestart door een paar rijke mensen die nog rijker wilden worden. Dus daar is eigenlijk... De wortel van het kwaad, dat kapitalisme. Want via het kapitalisme willen mensen rijk worden en dat zorgt ervoor dat zij minder openstaan voor de samenleving eigenlijk. Veel mensen in Europa die waren bang voor een communistische revolutie zoals in Rusland. Want die communistische revolutie zoals in Rusland die was heel erg bloederig verlopen. Er zijn heel veel mensen dood gegaan. En zo'n communistische revolutie was ook gestart in Duitsland na de eerste, tijdens de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk zelf nog. Want Duitsland die kreeg zelf ook bijna een communistisch regime aan de macht. En daarom steunden heel veel mensen in Europa ook fascisten. Want fascisten die waren heel erg. Tegen communisten. En communisten waren enge mensen. En de fascisten zeggen, communisten zijn enge mensen. En wij gaan je beschermen tegen deze enge mensen. Voornamelijk winkeliers en ondernemers. Die waren heel erg fan van de fascisten. Want zij zouden in een communistisch regime eigenlijk alles kwijtraken. Want in een communistisch regime zouden, zij, zouden hun bezittingen afgepakt worden. En verdeeld worden onder het volk. En dan zouden zij eigenlijk geen bezit meer hebben. En dat betekent dat zij degenen gaan zijn die fascisten gaan helpen. Wow. Om aan de macht te komen in Europa. Meerdere plekken in Europa. De leden doen nogmaals. Je kunt uitleggen dat de crisis in de Verenigde Staten ook gevolgen had van mensen in Europa. Dat heb ik gehad ook. Dat, nou, Nederlandse bedrijven verkochten niks meer. En Daardoor was er veel werkloosheid in Nederland. En Duitsland kreeg geen lening meer van Amerika, die ze nodig hadden om hun land op te bouwen. En daardoor viel de Duitse economie weer in elkaar. Je kunt vier kenmerken van het fascisme noemen. Zij willen één sterke leider, waarbij zij heel erg tegen democratie zijn. Zij zijn. Uh, Willen één volk wat samenwerkt voor het land. Zij willen één land uh, wat groot en machtig is. En zij houden van geweld. Echt geweld is fantastisch voor een fascist. Om, te om je doelen te bereiken en om te laten zien hoe stoer je bent. En ik wil uitleggen waarom na 1929 de populariteit van het fascisme en het communisme in Europa groeide. Omdat allebei deze partijen zien dat er problemen zijn in de samenleving. En zeggen er zijn hele makkelijke oplossingen om van deze problemen af te komen. De fascisten zeggen het zijn democra we moeten van de democratie af. Of we moeten en we moeten van Joden af, in het geval van Adolf Hitler. En we, de communisten zeggen we moeten van het kapitalisme af. Dus gewoon we moeten ergens vanaf en dan komt alles weer goed. Is de boodschap die wordt overgebracht aan het volk. En dat is een boodschap die heel erg aanslaat, eigenlijk bij heel veel mensen. Nou, dat was uh, weer een hele interessante les. Dus veel plezier met andere dingen die je gaat doen. Doei doei.